Goeiedag, wij zijn Peter en Lieven. We hebben dit boek geschreven, Insecten. Als je dit leest, dan kan je alle beestjes die nu wakker worden in je tuin, het is lente, ga je al die beestjes leren kennen en tips over hoe dat je ze kan vinden. En achter mij zie je een entomoloog hakken in dood hout. Dood hout, laat dat alsjeblieft liggen in uw tuin. Dat is een feestmaal voor immens veel insectensoorten. En Peter is nu eens aan het kijken wat hij hier allemaal in kan vinden. Ah, hier zit er weer een zak, kijk. Duizendpootje? Hier is een duizendpoot, zeg. Ah ja, daar. Oeh, een roofdier, hè? Ja. De tijger van de bodem, het bladerdek. Van de... Ja, van een rollipolly. Ah, een miljoenpootje. Nee, een rolpissebed. Ah, oké. Okay. Sommige pissebedden kunnen zich volledig oprollen. Een bolletje. Tot ze een bolletje zijn. Dus sluipwespje gevonden die in het hout zat, die dus waarschijnlijk, ja, een sluipwesp legt haar eitjes in larven van andere dieren. Waarschijnlijk zat er een larve van een soort houtkever in het hout. De sluipwesp heeft daar een ei ingeprikt, dat is uitgekomen en dat is die wesp die je dus echt gewoon als wesp van tussen het hout haalt. Welke sluipwesp het precies is, weten we niet. Dus dat vragen we aan onze app Opsidentify. Je trekt gewoon een foto van dat dier en dan vertelt hij u wat het waarschijnlijk is. Steunig Neumon Culpator op de hand van een Limburger, staat erbij. Dat is heel gek. Ingeven in de databank, de soortendatabank van Natuurpunt.